Grote sportscholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Er is veel concurrentie. Sportsociëteit Reuvers in Münsterlin lukt het om zich al 25 jaar staande te houden. Ze vieren deze week dit jubileum. Dat is een lange tijd voor een sportschool. Is het zeker. We zijn in 1990 gestart. Ja, 25 jaar geleden was dat natuurlijk een branche die net opkwam. Ja, inmiddels is dat veranderd. Maar we doen het nog goed in het Münsterlijnse, dus daar zijn we trots op. Ik wou de familie Reuvers van harte feliciteren met een 24-jarig bestaan. Ik moet zeggen, ik kom hier sinds 4 jaar en ondanks dat ik misregen hier ben, wil ik toch van harte welkom. En ik moet zeggen, ze zijn altijd even aardig, even leuk en zeker de lui met wie je sport. Allemaal even aardig, divers plumage, diverse leeftijden, maar altijd welkom. Gaat zo door. Wat is de kracht van deze sportsociëteit? Nou, we hebben sowieso wat verschillende disciplines. Dus we werken veel met groepslessen, met fitness, maar ook met fysiotherapie. Daar is eigenlijk een stukje de oorsprong in gekomen. Daarna hebben wij ons natuurlijk uitgebreid tot een goed multifunctioneel fitnesscentrum. Waar bij onze klanten wel een hele belangrijke plaats in neemt. Dus een stukje sfeer, sociale contacten. Ja, maar ook het sporten is natuurlijk een belangrijk onderdeel in het geheel. Hallo, ik ben Dave Swiatalski. Ik werk als fitness- en groepslescoördinator. Daarnaast ben ik personal trainer, doe ik in de fitness arbeid verrichten en geef ik groepslessen. Er hangt hier een hele mooie foto op. Kun je daar wat over vertellen? Ja, die foto dat is genomen in 1991. Toen waren wij net open en toen zijn wij met ontbijtfitness begonnen. Dat was helemaal niet bekend. Dus we hebben toen gezegd, zouden we iets kunnen combineren met sporten en ontbijten voor tot mensen gaan werken. Nou, die hebben we toen een foto is er gemaakt in het zwembad. Dus er is alles heel voorzichtig in dat zwembad gezet. De tafels, de fiets, bovenop het water geplaatst enzovoorts. En dat was natuurlijk een hele spannende aangelegenheid. En die heeft later in de krant gestaan als een zeer prominent en iets nieuws in de fitnessbranche. Goedemorgen, ik ben Suzanne Wagener. Een hele gezellige club waar je 3 tot 4 keer in de week komt spinnen. Lekker fietsen met z'n allen, altijd heel gezellig. Ik kom hier heel graag. En voor wens je een van harte proficiat met een 25-jarig jubileum. Ik ben horecamedewerkster en receptiemedewerkster. Ja, en de klassikale lessen is eigenlijk de hoofdmoot hier, hè? Ja, ik moet zeggen dat fitness natuurlijk ook wel. We hebben grote fitnessruimte, dus er wordt heel veel fitness. Wordt ook heel specifiek nog gewerkt, zowel vanuit de fysiotherapie, maar ook vanuit de sport. Maar daarnaast zijn groepslessen wel een belangrijk onderdeel. We draaien meer dan 50 uur groepslessen in de week. Van harte gefeliciteerd, top. Bedankt voor het leuke sporten, verzwijt hier gedaaf, maar ook voor de gezelligheid aan de bar. Op tot de volgende 24 jaar. En welke les heeft nu de meeste belangstelling? Nou, als ik het optel, dan zitten we met de spinninglessen op dit moment wel tegen de 15 uur per week. Dus dat is toch wel een belangrijk item. Aparte ruimte, goede muziek, goede instructeurs. Dus. Ja, spinnen is eigenlijk ook iets wat door de jaren heen overleeft. Ja, bij ons wel. Soms is het wat verschillend als ik het in het land hoor. Maar wij hebben echt de spinninglessen echt nog vol in het rooster staan. Dus daar zijn we blij mee. Mijn naam is Gwen Geel. De meesten kennen mij van de balie. Ik werk zowel in de horeca als in de sportzaal. En op maandag en vrijdag geef ik de Club Battle les. Als je dan kijkt, vroeger 25 jaar, 20 jaar geleden kwamen de dames in glimmende, fleurige, kleurige pakjes. Dat is veranderd, hè? Ja, de kleding is natuurlijk veranderd, zo slecht zijn als dat niet zo zijn. Maar ook de groepslessen, de variëteit in lessen is ontzettend veranderd. Er zijn heel veel verschillende soorten lessen. Vroeger waren er misschien 3 verschillende lessen. Ja, dus zeg dat we in 25 jaar tijd heel veel gebeurd is in die fitnessbranche. Echt een professionele branche geworden. Mijn naam is Vanessa Habert. Ik ben instructrice. En ik geef op donderdagavond de bodypump en de pilatesles. We hebben 25 jaar Reuvers. Opzitten. We pakken deze week een hele week met festiviteiten. Ja, we gaan nu op dit moment om 10 uur met de spinning beginnen. Is de eerste activiteit en de hele week gaat dat door. 25 jaar Reuvers in Münsterlin. Daar zijn mensen die zijn nu nog hier en die zijn als eerste ingeschreven. En daarna zijn er heel veel gekomen waar we heel blij mee zijn. En dit moment willen we met jullie even samen pakken. Ik wil jullie danken voor de mooie momenten. In 25 jaar. Ik wil jullie danken voor de super inzet. En ik wil jullie danken om mee te werken, om een geslaagde week ervan te maken. Proost. Ja.